Nee, ik heb niet het indruk dat dat deze week gaat gebeuren. Nee. Ik denk dat de minister nog steeds niet heeft begrepen dat ze er met een dubbeltje erbij niet komt. En dat ze echt met groot geld over de brug moet komen om ervoor te zorgen dat die politiemensen definitief weer aan het werk gaan. En zeggen, nou, we hebben eigenlijk een minister die het begrijpt. Zover is het nog niet. De bonden die gezamenlijk optrekken in het conflict en de politieman op de straat lijken vastberaden om te zorgen dat hun eisen worden ingewilligd. Ook de korpsleiding staat achter de looneisen. Wij hebben altijd in deze positie een dubbele rol. Nou, ik denk dat je in mijn toespraak hebt kunnen horen dat het van de ene kant vanuit het hart ging. In de zin van politiemensen hebben recht op een salaris wat ertoe doet. En als verantwoordelijke, medeverantwoordelijke voor het korps willen wij ook graag mensen binnenhouden en weer nieuwe mensen binnenhalen. En dan moet je concurrerend zijn. Dus u staat achter de bonden? Op een aantal punten sta ik achter de acties en achter de standpunten die nu geformuleerd zijn. Volgens mij is wel duidelijk wat er nu allemaal gezegd is. Daar zijn we behoorlijk beu. En volgens mij is het ook wel terecht. Maar dat is een mening. Een persoonlijke mening natuurlijk. Maar je wordt denk ik breed gedragen als je zo om je heen kijkt. We zijn het op dit moment beu en wij willen ook eens een keer een waardering krijgen. Een betere waardering voor hetgeen wat wij doen. Jaren hebben we dat een beetje afgehouden. En op dit moment zegt iedereen van luister, ook wij zijn eens een keer aan de beurt. En niet de rest van Nederland, maar ook wij willen een keer ergens van profiteren. De maat is vol. Ja, de maat is echt vol. Naast de stakingsestafette die deze week door Nederland trekt, bereiden de bonden verdere acties voor. Zo moet er op 23 januari een landelijke staking plaatsvinden en zal de burger voor dichte deuren komen te staan. Dat levert helaas problemen op voor de burger. We hadden dat liever niet gedaan, maar wij kunnen de minister niet treffen hard en massaal zonder dat ook de burger er iets van merkt. Dus de service aan de burger zal helaas terug moeten lopen. Maar de keerzijde is dat de oorzaak ligt niet bij de bonden. De oorzaak ligt bij de minister die niet op de gerechtvaardigde eisen van de bonden in wil gaan. Ja, dan moeten de burgers daar toch vooral hun klacht indienen, niet bij ons. U verwijst ze door? Wij verwijzen ze door.